Zij is, in principe is het gewoon total. Dus helemaal met die airbag hier. Ali bro. Geen 100 punten. Jongens, kijk eens even. Waarom zingen wij blij? Volgens de spion reden ze allebei door oranje. Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug eens bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag en ik begin de vlog hier vanaf de oprit. Want kijk eens even jongens en meiden, er is hier wat aangekomen. Koelkast air conditioning. Hey, dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Een hele goede morgen. Het is vandaag ook echt een lekkere, plakkerige, warme dag. En airconditioning, dat betekent natuurlijk dat de airco's worden geïnstalleerd thuis. Ik ga het jullie hier even laten zien. Kijk, je ziet hier al de trap. Als ik hier mijn slaapkamer inloop, want dit is de plek waar die komt. Goedemorgen mannen. Goedemorgen. Hallo, kijk eens. Er wordt hier een airco boven mijn bed geplaatst. Hartstikke fijn. Is eindelijk dit warme hok straks gewoon lekker gekoeld. Ziet er super strak uit. We konden dus voor kiezen om hem of zeg maar symmetrisch boven het bed te hangen. Of gewoon mooi in het midden van de muur. Nou, ik heb dus voor het midden van de muur gekozen. Want ik dacht, stel je voor als ik ooit nog iets ga veranderen hier of mijn bed ga verplaatsen. Dan hangt hij tenminste mooi gewoon zo in het midden. Maar als ik hier het dak oploop, ik ga jullie even laten zien. Zijn de dakpannen nog eruit of... Ja, alles is nog los. Ja? Ja hoor, je kan er zo op. Oké, dan ga ik even kijken. Want die hele leidingen die moeten natuurlijk helemaal gelegd worden. Straks wil ik hem pakken van jou daar. Ja, oeh. Hoe ga ik hier opkomen? Wacht. Ga ik jou de camera even geven? Ja, kom maar. Ga ik hier erop klimmen, jongens? Yes! Hoppa, komt ie. Hier, dan zie je hier dat het hele dak dus is opengemaakt. Want hier komt die unit dus te staan. Je hebt natuurlijk altijd zo'n buitenunit. En hier liggen dus alle dakpannen. Nou, alle bedrading. En kijk, oh, er ligt allemaal wat water nog hier zo op. Check, nou hier gaat dat dus door het dak heen. En het fijne is dus straks, die hele unit, die zie je dus helemaal niet staan. Ja, ik kom dus hier. Maar dat zie je dus bijna nooit. Kijk, ik heb dus bijvoorbeeld zo'n unit ook daar staan. Die is voor beneden. Die airco. Hier zie je ook al die bedrading lopen. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Dus dat wordt nu aangelegd. Straks ook dus de gastenslaapkamer. Daar komt ook een airco in. En dan is alles helemaal mooi geregeld. We staan hier dus in de gastenslaapkamer. De airco voor hier komt dus inderdaad op dit kleine muurtje. Hier is natuurlijk ook een mooie ruimte voor. Dus dat is top. Oh, dit is... Mijn vrienden klagen altijd. Ze laten ook soms de ramen wel eens openstaan. Ik ben één keer heel boos op Jelle geworden, want toen moest hij op mijn huis passen. En toen had hij dus gewoon, nou, in principe alles goed gedaan. Alleen toen had hij dus alle ramen, toen hij wegging gewoon van huis, had hij dit wagenwijd open laten staan. Gewoon echt, nou ja, zo. Omdat het dus zo warm was in huis. Maar hij was daarna echt al 3 dagen niet meer bij mij geweest. Dus er had gewoon makkelijk iemand naar binnen kunnen gaan. Kunnen inbreken of iets anders. Had ze gewoon letterlijk zo open kunnen laten staan. Maar dat hoeft dus straks niet meer als ik een airco heb, gelukkig. Maar ja, het wordt ook echt wel super warm in deze kamers, dus vandaar. Ik kwam toen dus thuis van vakantie en ik loop deze kamer in en ik zag gewoon dit raam wagenwijd openstaan, dat raam openstaan. En ik dacht echt, what the fuck? Ik dacht ook eerst echt dat er ingebroken was. Maar ja, het was dus gewoon Jelle die de ramen had open laten staan. Het was vergeten. Dus ik was dan echt boos, dat heb ik me ook even laten weten. Oh, jongens. Alex heeft een auto-ongeluk gehad. What the fuck. Hij is geramd door een ander. Ik dacht eerlijk gezegd dat het zijn eigen fout was, maar ik ben even in de stress. Ik weet ook niet of ik dit helemaal kan filmen, omdat het natuurlijk met andere mensen is. We gaan even kijken. Zijn auto is letterlijk geramd. Hij stuurt mij net deze foto. Ik moet hem ophalen. Ik weet niet wat er precies gebeurd is. Ik ga het straks aan hem horen. Oké, ik heb net even Alex even snel gebeld. Ik ben over 40 minuten bij hem. Jongens, what the fuck, hé. Ik heb net zo nog gevraagd van, ja, hoe moet ik dit doen met filmen? Wil je dat ik het film en zeg, ja, joh, boeien, doe maar gewoon. We zien wel straks. Er staat nu politie bij hem. Hij legde mij net uit dat hij bij het stoplicht door... Dus hij ging zelf door oranje, dus dat kan gewoon. Maar dat er een andere auto toen hem geramd heeft van de zijkant. Ik weet niet hoe dit precies natuurlijk gegaan is. Zijn airbag is wel uitgeklapt, maar... Zo, ik schrok even, man, toen die belde. Ik dacht echt, what the fuck? Maar hij heeft gelukkig zelf geen letsel, dus dat is het belangrijkste. Een auto is maar blik natuurlijk. Dus we gaan rijden. Ai, 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 jongens. Oh, ik wil echt zo snel mogelijk rijden natuurlijk. Maar ik moet zelf ook geen ongeluk veroorzaken. Maar ik ben een beetje in de stress voor hem ook. Alex is natuurlijk echt een van mijn beste matties. Dat weten jullie allemaal. Alleen, dit is echt weer... Deze guy heeft zo fucking veel pech in zijn leven. Zo fucking veel pech. Hoe dan? Ai, ai, ai. Ik rijd er dus even rustig naartoe. Ik zag dus dat zijn airbag ook was uitgeklapt. Dus het moet wel echt een hele harde klap geweest zijn. Hij belde me ook best wel een beetje in paniek op. Dat hij ook echt heel erg geschrokken was. Maar ik zie hem zo natuurlijk. Dus we gaan even kijken hoe het er daar allemaal nogmaals
aan toe gaat. Wauw, wauw, wauw. Blijft het toch een mooie auto, hè? Oh, vooral in die kleur, die krijtkleur. Oké, maar we rijden even een beetje door voor Alex. Ik ga hier de snelweg af bij Den Haag, jongens en meiden. We komen over een kleine 3 minuten, als het goed is, aan. En dan gaan we kijken hoe het eraan toe is hier. Oh, het is 8 minuten. Ik zat even verkeerd te lezen. Volgens mij is hij nog steeds bezig met de politie. Het is op de Prins Bernhardlaan. Oh, kijk dan. Je hebt hier ook, er staat op Waze staat zelfs zo'n ongeluk-icoontje. Dus dat er inderdaad gewoon echt een ongeluk gebeurd is. Oh, joh. What the fuck? Hier, ik krijg letterlijk een melding. Groot ongeval. Oh, oh, oh. Oké, ik weet niet of ik gelijk met mijn camera daar ga oppoelen, jongens. Ik zie hem staan. Ik denk dat ik gewoon eventjes met mijn telefoon ga filmen. Aangezien er ook allemaal politie bij staat hier. We gaan even checken. Kijk, hij staat daar aan de zijkant. Jongens, ik kom je net aanlopen. Ali. 100 punten. Ali, bro. Geen 100 punten. Jongens, kijk eens even. De sleepauto hier. Dit is hoe de hele auto eruit ziet. What the fuck? Airbags zijn uitgeklapt. Ja. Ik ging ook even zeggen naar zo op 2 wielen. Echt? Ja. Fucking kut. Hoe dan, bro? Maar je ging hier de weg in? Ik stond daar, dus ik ging naar links. Hij rijdt ook door. Ik ging erom. Ja, ik valt gewoon op. Maar weet je, ja. Ja. Oh. Ik heb dit dus nog nooit gezien. Kijk, de binnenkant van de auto is helemaal met die airbag hier. What the fuck? Hier is hij dus helemaal ingedrukt. Die is net helemaal uitgeklapt. Dat is wel echt een zieke klap. Kijk, hier zie je het ook. Is niet best. Is niet best dit. Maar ja, ik weet niet of de reparatie van deze auto zeg maar duurder gaat worden dan de auto zelf. Dus dat is een beetje het ding of die zeg maar gewoon ten einde verklaard kan worden. Geen idee. Kijk, hij rijdt nog wel. Oh, dus dat valt wel mee. Maar hij wordt nu de sleepwagen opgetakeld. Waar gaat hij? What the fuck, hé? Hij is echt goed geramd. Aan de zijkant hier. Kijk, heel die deur. Op zich het chassis. Ik denk niet dat de auto per se totaal los is natuurlijk. Dus dat is wel mooi. Maar hier, als ik eromheen loop. Kijk. Het bandje is ook goed lek. Ja, ja. Daar staat de auto dan. Op de trailer. Alex die krijgt nu dus horen wat er wel met zijn auto gaat gebeuren. Maar waarschijnlijk gaat hij dus gewoon naar de sloop. Omdat hij, ik vroeg net ook aan die meneer van de sloop, of van die wagen, van wat gaan ze ermee doen? Toen zeiden ja, waarschijnlijk gaat het niet meer gemaakt worden. Omdat inderdaad de reparatie duurder wordt dan zeg maar echt de auto zelf. Als de airbag er niet uitgelachen, dan hadden we misschien wel nog gemaakt. Ja, ik weet niet hoe oud de auto is. Vind je dat wel? Want de schade is duurder dan de... Ja, precies. Zij is, in principe is het gewoon totaal. Ja, daar mag je wel van uitgaan. Kijk, ik mag dat niet beoordelen van hem ook, maar als ik het zie. Mijn ervaring is dat hij niet meer gemaakt wordt, maar ik heb sowieso. Nou, ik... jongens, ik sta hier in mijn trainingspark. Ik heb mijn haar niet gedaan, niet gedoucht, niks. En ineens werd ik gebeld door Alex. Daar gaat hij. En die andere auto die staat er bovenop. Hij gaat mee. Met de sleepwagen. En dan gaat hij er vandoor. Ja. Nou jongens, auto weer in. Kijk of die open gaat. Broeder. Teringzooi. Zo. Ligt instant karma gewoon. Karma? Voor wat? Voor Jordi. omdat je die TikTok gepost hebt met Emma, dat je dit nu als karma krijgt. Godverdomme, ouwe. Hey, laten we afspreken, alle inkomsten van deze vlog gaan naar jou. Nou, bedankt. Daar kan ik vast een nieuwe auto van kopen. Maar, ja, teringzooi. Godverdomme, ouwe. Ik schrok me dood. Hoe ging het dan? Leg eens uit. Ja, ik slaag af. Dus ik rijd zo. En dan, ja, hij beukt mij gewoon langs de zijkant frontaal. Dus ik ging even zo met mijn 2 wielen aan de zijkant ook. Holy shit, ouwe. Maar hoe gaan ze het nu... De politie gaat nu beelden opvragen. Ik weet niet. Waren getuigen. Er waren getuigen, ja. En? Ja, ik reed gewoon door oranje. En die andere door rood dan? Denk het. Ja, nou jongens, nogmaals, zoals je al net hoorde, die man die zei dat die auto eigenlijk wel einde verhaal is. Nice. De kans is groot, inderdaad. Dus, ja. Ja. Misschien wil Emma een nieuwe auto voor je kopen. Ja, laten we hopen van wel. Wajo, jongens, er wordt net iets gepost op Live of Yvonne. En Yvonne moet lekker dat ding doen, maar lees eens even voor. Oeps, Alex en zijn bestie Alex hebben... Lees voor. Je zei iets verkeerd volgens mij. Ik zei, oeps. Ja. Gio en zijn bestie Alex hebben een auto-ongeluk gehad bij Leidschendam. Gio reed in zijn eigen auto en daarachter reed Alex. Volgens de spion reden ze allebei door oranje.
Vervolgens is er een andere auto vol op de zijkant van Alex ingereden. Naast de schade aan de auto van Alex lijkt iedereen gelukkig ongedeerd. Ik was er eerst bij betrokken! What the fuck is dit nou weer? Godsamme, dat is echt zo'n ding dat die dingen super slecht gecheckt worden, hè? Ja. Dat kan zomaar alles klakkeloos op internet gegooid worden. Dit slaat er helemaal nergens op. Ik, volgens de spion, ja, ik kom jou gewoon ophalen, bro. Wat is... Fucka. Hoezo ik rijd door Oranje? Hoi, joh. Oh, jee. We zitten nog even na te praten, maar Alex, die uit reflex, toen die auto... Je zag die auto op je afkomen. En wat deed je toen? Ja, ik riep fucking aan fuck. Uit reflex? Dat is gewoon een... Fuck. Dat is een menselijke reflex dan ofzo. Ja, ik denk het. Dan zit je gewoon in de auto, want hij zag die auto dus op hem inrijden, hè. En toen kwam... Fuck! Wat raar eigenlijk. Ja, dat was exact zo. Ja? Ja. En toen was je even daarna even 2 seconden stil ofzo. Ja, en toen stond ik daar. Ik dacht even van, ah, het is niet gebeurd. Het is een droom. Ja. Nou jongens, we zijn over 8 minuten bij Alex's huis. Dus dat nou drop ik hem even thuis. Bro, dit slaat... Kijk. Ik heb het ongeluk gehad, jij niet. Hier, ParaTV. Gio en beste vriend, wat staat er? Hebben auto-ongeluk en ze reden door Oranje. Ik heb hier niks mee te maken, bro. What the fuck, ouwe? Word ik hier weer op aangekeken? Hey, thanks dat je mij en je problemen meetrekt. Ja, wel een beetje promo weer. Ja, dat is wel een goede promo, dankjewel. Dat is wel fijn. Ja, hey, geen probleem. Thanks, ouwe. Jij promo, ik geen auto. Gewoon al dingen. Ja, jongens. Ja. Nou, we zijn bijna aan de straat bij Alex. Dus dan gaan we hem droppen. Vriend. Ik had gehoopt je op een andere manier te treffen vandaag. Ja, helaas. Maar, wel thuis. Ja, thanks man. Pas op. Ja, is goed. Ik zal even fietsen nu man. Fietsen, ja. Hey, de groeten. Yo. Nou jongens en meiden, ik heb dus Alex afgezet. Ik ga weer even lekker naar huis. Dit was echt dus super gekke shit allemaal. Maar ja, het is ook weer zo scheef dat ik dan op de media erbij word betrokken dat ik in het auto-ongeluk zit. Dat ik denk van zo dom. Ook wie dit filmpje dan maakt en dat dan doorstuurt en dan zomaar zelf even een verhaal erbij verzint. Want blijkbaar heeft iemand dit dus doorgestuurd en dat filmpje gemaakt. En dan ervan gemaakt dat ik erbij betrokken was. Maar ja, dat is de wereld van tegenwoordig helaas. Zo zie je maar weer. Ik ga naar huis. Ik heb gelukkig nog nooit een auto-ongeluk gehad in mijn leven. En überhaupt nog nooit schade gereden. Dus dat gaan we zeker even afkloppen. Hop, op hout. En dan gaan we nu naar huis rijden. Dit is ook zo mooi, hè? Ik zit nu in de auto naar huis, nog 18 minuten. Ik krijg nu berichtjes van mensen van, yo bro, gaat het goed met je? Ben je ongedeerd? Die dus alleen dit bericht hebben gezien online ergens. Nu moet ik aan al die mensen gaan uitleggen. Ja, er is niks met mij aan de hand. Ik heb niks gedaan. Bij mij is niks gebeurd. Oh. Ik ben weer thuis. Hey, gelukkig heb ik vrienden die wel kunnen auto rijden. Let's go. Hey. Dat is echt zo fucked up voor hem, ouwe. Oh, weer typisch ook gewoon, hè? Ja. Typisch Alex. Ja, er is ook maar één guy die dit weer kan overkomen. En dat is omdat hij al een ongeluk heeft, toch? Ja. Dat is echt zielig. Hij is ontslagen. Zijn auto... Nu, nee, je mag niet lachen, dat is echt zielig. Je mag niet lachen, bro. Sorry. Oh. Ik heb het gelijk gezegd op het begin. Ja. Ja, ik... jongens, ik vind het allemaal hartstikke kut. We kunnen er wel de hele tijd over door blijven gaan. Maar ja, gebeurt is gebeurd. Zo is het nou eenmaal. Het is hartstikke rot voor hem. Ik heb net eventjes voor hem de sleepdienst gebeld. Hij is dus sowieso al 600 euro daaraan kwijt. Maar hopelijk kan dat geregeld worden met de verzekering natuurlijk. Ja. En jouw internet zou voelen dat jij het maakt worden. Ja, dat is heel fijn. Heel internet zegt, Gio en een vriend van hem hebben een auto-ongeluk gehad. Dus ook niet eens meer Alex en Gio, maar gewoon Gio heeft gedaan. Ja, what the fuck. Hier achter mij, jongens en meiden, heb ik de slaapkamer uiteraard. En kijk eens even als ik hier het hoekje omloop. Hey, dit is top. Ja. Het is gelijk lekker koel hier ook lekker, gewoon, hè? Ja. Heerlijk. Oh, daar hangt gewoon een hartstikke lekker temperatuurtje. Hij staat nu op 20 graden, hij is helemaal aangesloten. Je hoort hem niet. Je hoort hem inderdaad niet. Het is gelijk helemaal lekker uit te houden hier in deze kamer. Super strak ook gewoon. Nou, mooi wind natuurlijk. Valt lekker weg zo in de muur. Maar jongens en meiden, zoals ik net al vertelde. Ik sta hier nog steeds in mijn joggingsbroek. Ik heb niet gedoucht. Ik heb zelfs, eerlijk gezegd, vandaag niet eens banden gepoetst. Omdat ik gewoon echt hals over kop ineens naar Alex toe moest. Om hem te helpen. Dus ik ga maar eens even lekker douchen. Jelle is ook net aangekomen. Ik loop echt in mijn kloffie. Hier, ik heb echt niks aan mezelf gedaan. Maar ja, dat ging even allemaal voor. Dus ik...
ga maar eens even lekker een douche nemen en mezelf opfrissen. En kijk eens, ik heb even lekker gedoucht. Ik ben helemaal weer opgefrist. En er is hier iemand aangekomen, hallo. Hi. Wat wil je zeggen? Zijn jullie voor je aquarium geweest? Ja, is maar schoongemaakt, hè? Ja. Kijk jongens, wat leuk is om te laten zien. Deze vis zit dus de hele tijd hier in het koraal. Zie je echt zo'n... De anemoon zit lekker in het koraal hier. Oh, te chillen. Hij ziet er helemaal uit. Hier. Hij voelt zich heel fijn als hij dus hierin zit. Mooie Nemo-vis. Kijk maar, lekker. Dan gaat hij weer terug erin op. Dit voelt echt als zijn veilige basis, zijn huisje. Dat doen ze in de natuur ook. Dus hier gewoon in deze bak doen ze dat. Doen ze dat ook? En dan gaat hij weer even op ontdekking. Ik weet niet wat hij precies gaat doen. Hé, hey. En dan komt de andere Nemo-vis erbij. Ja. Oh, ik zou echt weer even... Hey, we moeten weer een keer nieuwe vissen gaan halen. Dat zou echt leuk zijn. Ja. Gewoon even aanvullen met wat nieuwe beesten. Misschien wat meer Nemo'tjes ook er weer ingooien. Zo'n check in the box. Ja. De Nemo-vissen zijn altijd leuk, jongens. Die moet ik zeggen, daar kan je er ook best wel veel van in doen. Want die zijn best wel klein. Ik loop hier naar buiten en kijk eens hoe mooi en helder die vijver ineens is. Normaal gesproken kon je bijna die trap niet zien. En nu, alle vissen zie je hier gelijk. Kijk eens hoe mooi ze bij elkaar zitten zwemmen hier. Oh, met z'n vijven, allemaal bij elkaar hier. Ik weet niet wat er gebeurd is met die vijven, maar voor de mensen die echt de vlog dagelijks volgen, jullie weten hoe smerig het altijd is in dit ding. En nu moet ik zeggen, ja kijk, je ziet niet echt goed de bodem, maar hij is echt een stuk meer helder geworden. Ik weet alleen niet waar dat aan ligt. Heel gek. Maar wat mooi, want die vissen zie je nu echt 10 keer beter nog. Kijk eens. Hallo. We gaan de deur uit, jongens en meiden. We gaan Jelle even thuis brengen, want Jelle is hier net gedropt door Bo. Ik heb Bo net niet gezien, helaas. Maar... Helaas. Wat? Helaas, ja, is toch even gezellig? Ja, wat leuk geweest. Wat? Nee, ga je niet achterin zitten? Hé, als jij nou even lekker gaat rijden. Ja, dat kan. Nee, laat maar zitten. Nee. Jij vraagt het. Nee, ik rij wel. Dat komt helemaal goed. Oeh, ik heb allemaal 15% acculader in dit ding, jongens. Oei. Dat is niet handig. Nee. Zo, ik moet wel echt zeggen, ik ben wel weer echt positief verrast over deze BMW. En ik zeg het jullie echt eerlijk, ik was echt nooit fan van BMW. Echt nooit, maar sinds ik die XM heb gereden en deze, kijk, het zijn natuurlijk ook wel echt paradepaardjes. Zo, Gio, pas. Oh, wat was bro, dat? Ja, dat was bierhouden. En als dat tegen dat ijzer kapot klapt, dan hebben we echt een grande probleem. Een grande probleem, het gaat wel lekker met de auto's vandaag. Dan hebben we één keer gehad, dan heeft Rick een keertje uitgehad, zodat het plafond. Het spoot het bier tegen het plafond aan. Ja, zo, dat is niet best wel in deze auto. Dat is niet mijn auto, dat moet je zijn nog maar zijn. Oh. Wel fijn dat nog steeds het hele internet denkt dat ik nu een botsing gemaakt heb. Maar de telefoon is ook weg nou, door het optrekken. Ja, dit ding is zo bloedsnel, jongens. Maar wat ik zei, ik ben echt wel positief verrast over deze BMW's. Dus, het zijn echt wel lekkere dailies ook, moet ik zeggen hoor. Ik ben wel heel benieuwd hoe het dan straks weer is om in die Porsche te rijden, als ik dat vergelijk met dit. Maar ja, het ziet er allemaal echt super mooi uit, moet ik zeggen. Ook het hele dashboard, het is echt strak gewoon dit. En dit is ook leuk, kijk, die camera daar. Super apart. Het, is eigenlijk gewoon, het lijkt gewoon een videospelletje zo. Wat is dit, bro? Ik heb nog nooit gezien, wat zit hierin? Het wordt geëscorteerd door de popo. What the fuck? Check dan, bro. Hey, een bus. En nog een bus. Wat zijn dit voor 80... Kijk dan, man. Huh? Nog een bus. Nog een bus. Bro, er zijn 80 bussen. Ik heb nog nooit gezien, waar gaat het over? Nog een bus. Hoeveel belangrijke mensen kan je hebben? ik denk niet dat dit allemaal belangrijke mensen zijn. Nee. Misschien supporters of zo? Het blijft ook maar komen, hé. Kijk eens. Hier, hoppa, nog één. En nog één. Wat is dit? Komt er nog één, let op. Hoppa. En dan weer de popo. Wat? Wat was dit? Ja, geen idee, maat. Nog nooit gezien. Nee. Ze hebben ook het hele kruispunt ervoor afgezet. De politie op de weg stond er allemaal met fietsjes. Wat zou dat kunnen zijn? Wat? Zorg nou alsjeblieft dat je niet over, dat ik weer niet 2 uur moet wachten hier thuis dat je komt. Oké. Okay. Ja, echt. Jij bent echt bij de hand, jongetje. Ik moet gewoon even lekker naar een familieverjaardag en dan ga jij even helemaal lekker bij de hand tegen mij lopen. Gast, je zou er echt al lang zijn, ouwe. Ja, het is? Ja, je hebt alleen maar vertraging. Hé, hey, ga jij lekker bier drinken of zo? Nee, ik ga wachten op jou. Heb je niks beters te doen in je leven? Nee. Hey, de groeten. Hoe laat ben je? Je mag ook mee. Weet ik niet. Nee, ik kan wel zorgen dat Bo me daar afzet. Ja, kan. Nou, we zien wel. De groeten. We zien wel, daar gaan we. Hier, daar staat je vriendin. Oh, steem maar de vette staat ze. Kap met kijken. Oké, is goed. Doei. Ja, ik heb Jelle dus even thuis afgezet. Want ik moet even naar het verjaardag van mijn neefje toe, jongens en meiden. Dus vandaar. Het is een beetje gek als ik natuurlijk Jelle meeneem. Dus ik ga even een stukje rijden. Daarheen. Het is in Rotterdam, dus het is...
Niet te ver. Kijk eens aan, voordat we naar de verjaardag gaan, even laden. En hoppa, ik moet er toch echt... Ja, ik sta bij zo'n vastnet trouwens. Ik moet er toch echt een beetje aan wennen, dat laden. Maar ik probeer er ook juist aan te wennen, omdat het natuurlijk wel echt de toekomst gaat zijn. Helaas, vind ik. Ik hou echt van benzineauto's. Maar ja, ik moet zeggen, op zich wel, het is best wel oké. Gewoon even lekker wachten nu in de auto. Ik hoop dat dat ding een beetje snel gaat. Ik moet zeggen, binnen 20 minuten kan je zo echt weer 300 kilometer rijden. Dus dat is wel nice. Kijk, met tanken doe je 5 minuten op tanken, op parkeren gaan. Dus dat is wel even anders. Maar ik ben benieuwd hoe snel het straks gaat in de toekomst. Ik zag Lamborghini had een nieuwe Lambo aangekondigd. De Lanzador. Oh, in 2025. Een volledig elektrische Lambo. Nou, ik moet zeggen, die vond ik wel echt super dik. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat zijn. Ik ben natuurlijk echt een Ferrari-fan. Maar ik moet zeggen, deze zag er wel echt heel gaaf uit. Zo, jongens, ik ben er. Ik ben bij de verjaardag aangekomen. Ik ga eens even lekker naar binnen. Het verbaast me trouwens wel echt op dit soort dagen weer wat voor schapen er rondlopen, jongens. Met mensen die dan gelijk vooroordelen hebben. Berichtjes gaan sturen, DM's gaan sturen met... hoe maak je de auto van je mattie kapot en dit. Dat ik echt denk van, hoe dan? Hoe kom je hierbij? Dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Oh. Wij leven lang, hoera, hoera. Wij leven lang, hoera, hoera. Wij leven lang, hoera, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Je moet nu zien, hoera! Je moet nu zien, hoera! Je moet nu zien, hoera! Laat het lang blazen, joh! Joh! Zo, ik ben weer terug bij de auto. Zoals je kunt zien, het is helemaal donker. Zoals je zag, het gaat altijd op de verjaardag. Het is altijd zingen, zingen en zingen. En dan is weer mijn neefje hier. Altijd op de verjaardag film ik alleen maar jou. Ja. Wat is dit? Een nieuwe auto is. Altijd een nieuwe auto, ja. Dat vindt hij mooi, hè? Wat vind je van de buitenkant dan? Niet echt bijzonder of zo? Echt best wel lelijk. Oh, hey, dan kan je niet hardop zeggen, hè? Nee, ja, sorry, BMW. Okay, ik ga even zitten, jongens. Ga ik hem het even laten zien. Nee, het was super gezellig. Mijn neefje is dus 10 geworden. Hey, gefeliciteerd nog met je 10e verjaardag. Dankjewel. Dank voor de snoepjes. Nee, dat was mijn andere neefje, jongens. Je zag hem net natuurlijk. Hij heeft een automatische deur. Deur gaat open. Nou. Oh, hij gaat nu niet. Zo. Onderweg naar Jelle. Zo, met het prachtige dak weer achter mij. Ik vind het gewoon leuker om met het dak zo open te rijden, met die verlichting, dan dat ik hem helemaal dicht heb. Want dan zie je die verlichting dus niet in het dak. Maar dat is echt een toevoeging, man. Dat is echt een zieke toevoeging zo in dat panoramadak. Kijk dan, die verlichting. Wat een sfeer. Oh, dat had ik die vorige BMW altijd ook al. Ik ben echt een beetje verliefd aan het worden op BMW. Oh, echt dikke auto's, man. Wajo, wajo. Ach, heerlijk. En dan gaan we gassen. Oh yeah. Ik kom hier binnen bij deze man. Wat moet ik fluisteren? Nee, maar je moet me niet filmen. Huh? Je moet mij niet filmen. Ik moet jou niet filmen. Heb ik kleding aan? Oh. Ja, ik heb wel kleding aan. Nee, loop maar. Ja? Hij weet wat hij vandaag zei. Dat hij jammer vond dat hij vandaag niet heeft gezien. En dan heb ik het toch gezien. En dan heb je me toch gezien. Oh my god. Dan moet ik je nog een knuffel geven. Oh. Hallo. Leuk verjaardag gehad? Ja hoor, zeker. Zeker. Zo! Ongemakkelijk! Hoezo? Dat slaat helemaal nergens op! Ja, ik maak het altijd ongemakkelijk. Wacht, ik doe dit dicht, dan kan het aan het licht aan. Ja, beter. Okay. Nou jongens, we zijn bij Jelle en Bo. Ik had het net eens over schapen, jongens, in de vlog. Ik neem even een voorbeeldje. Ik krijg een berichtje net van iemand die totaal niet weet wat er is gebeurd vandaag. En ik post in mijn story, gek dagje gehad, morgen in de vlog. Reageert er iemand... Krijg je als je als een teringmogol door oranje of rood rijdt met je arrogante kutgedrag? Denkt YouTuber te zijn en alles te kunnen maken omdat hij een dikke auto rijdt en geld heeft? Bro! Oh, je hebt niet eens gereden! Ik was niet bij dat ongeluk betrokken! Je hebt gewoon een mattie geholpen toch? Ik ben er gewoon heen gegaan op te halen. Echt? Wat? Deze DM ook. Zo fucking vooroordelen. Dat ik denk, waar slaat dit op, jongens? Even serieus. Ik heb letterlijk gewoon... Ik wil gewoon mijn mattie helpen. En dan word ik zo... Bij een ongeluk. Ik heb echt 10, 20 DM's gekregen van mensen. Ja, je bent echt een mogol. Moet je maar niet de rood rijden. Dat ik denk van... Ja. Go. En al die juice-kanalen toch? Ja. Ja, rijd man. Ik, in de vlog is het nu dus duidelijk. Maar...
Zo, echt zo'n schapenkudde gedrag bij dit. Dat je ziet iets online en je gaat er gelijk van uit dat dat allemaal waar is. Dat is zo dom. En dan nog boos worden ook. Dat is... Maar ook hoe... Ik word gewoon... Boos. Met je arrogant gedrag dat je denkt dat je alles mag. Ja. Oh, je zat gewoon thuis op de bank chillen. Ja. In mijn kloffie. Ja. Ja. Even snel langs geweest. Even voor de gezelligheid. Even leuk op de zaterdagavond. Ja jongens, het is een rustige zaterdagavond. Zo voor de rest. Dan ga ik nog wat doen met mijn matties. Maar iedereen... is aan het slapen of wat anders. Dus ik ga ook lekker naar huis rijden nu. Het is altijd 10 voor 12, dus best laat. En we zijn weer lekker thuis. Kijk eens, zo. Het licht is een beetje fel hier, vind ik. Ik ga denk ik gelijk lekker naar boven. Oh, ja jongens. Zo, dat is wel even goeie trouwens. Als ik nu naar boven loop, ik doe even mijn schoen hier uit. Hatsa, flatsa. Hoppa, dan is het als het is helemaal lekker koeier. Want die airco heeft aangestaan. Kijk eens aan. Hop, als we naar binnen gaan. Wow, yo, zo, het is gewoon koud. Oh, het is gewoon koud hier binnen. Ik ga hem gewoon even uitzetten. Oh, oh. Maar dit is wel top. Ik lig lekker in bed, jongens en meiden. Het was even een hectisch dagje, maar wel een superleuk dagje. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Want morgen om 6:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Ik hoop jullie allemaal daar weer te zien, jongens en meiden. Ik ben heel benieuwd hoe de komende dagen ook trouwens gaan lopen met Alex en alles. En hoe dat straks gaat met de verzekering en weet ik veel wat er allemaal nog gaat komen. Want het is echt een superkut situatie natuurlijk voor hem. Maar ja, dat gaan we de komende dagen wel zien. Ik ga jullie daar ook natuurlijk vast nog wel een beetje over updaten. Niet elke dag, maar vast nog wel iets over vertellen. Dus jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Want morgen komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. Ik ben super moe. Het is heerlijk koel in de kamer, dus ik ga lekker slapen. Tot morgen. Later.